Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube mensen vanuit, jawel, de tuin. Het is heerlijk weer. Het is echt waanzinnig weer. De lente is in Nederland. Ja, het is echt genieten. Oh man, ik dacht laat ik een review buiten opnemen. Althans, het is een unpacking. Jawel, de postbode stond vanochtend voor de deur. Jazeker. En toen dacht ik, laat ik hem vanmiddag even reviewen. En dat is nu dus. Check it out. Prachtig mooi doosje verkregen vanuit Rotterdam. Ziet er goed uit, wellicht wel bekend al. De K. Ja. Toevallig review hiervoor was van de Kaapse Brouwers. En Oersoep. Dat was een collaboration. Maar toeval bestaat niet. Het stond gewoon voor de deur. Ik kreeg een mailtje vanuit Kaapse Brouwers met hun nieuwe bier. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er is. Ik heb hem nog niet opengemaakt. Ik heb hem wel eventjes opengeslijst. Maar dat scheelt weer hier in de review. Anders blijf ik maar lullen. Dat doe ik sowieso wel. Maar goed, we gaan door. Eens kijken wat erin zit. Jawel. In ieder geval, hoop van dat soort materiaal. En dat is altijd leuk. Dat is altijd leuk. De Hopste. Superleuk blad. Echt top. Ik ben benieuwd. Is een gratis blad. En dat ligt vaak bij een aantal ja, punten. Hè, zoals nou in dit geval bij de Kaapse. Maar ook bij slijterij en dat soort. Ziet er hartstikke leuk uit. Tof. Alright. Eens even kijken, wat zit er allemaal in? Behalve dan die chipjes. Wat is dit? Een tasje. Hell yeah. Wat staat erop? The best Rotterdam beer in the world. Check it out. Ik moet zeggen, ik heb al aardig wat tasjes. En ik kan er geen genoeg van krijgen eigenlijk. Ik vind het altijd wel ideaal voor boodschappen en dat soort dingen. Tof. Alright. Let's continue. Kom ik zo bij. Maar wat er nog meer in zit. Ja, dat is altijd leuk. Stickers. Kaapse Brouwstickers. Yeah. Hoe meer stickers en dingen, ik vind het hartstikke leuk. Ik kan ze goed gebruiken. Veeltjes. En nog meer veeltjes. Superleuk. Maar. Juist. Bier. Het Kaapse Kwartet. Het beste Rotterdamse bier. Van de wereld. Check it out. Ziet er goed uit. Er zit een kaartje bij. Voorlezen. Even kijken. Greets from Rotterdam. Wish you were here. Ja, ik wou dat ik er ook was. Superleuk, superleuk. Handgeschreven kaartje. Eens even kijken. Wij introduceren met liefde onze lente special. Kaapse Zwijpak. Ook hebben we een aantal bieren toegevoegd die we een nieuwe lente look hebben gegeven. Wat vind je ervan? @BierGeekHolland, @KaapseBrouwers, tag ons uiteraard. Vanzelfsprekend. Superleuk, hartelijk dank. Leuk kaartje. Ben heel erg benieuwd. Ziet er goed uit, check it out. 4 bieren van, jawel. De Kaapse Brouwers. Wat ik al zei. Wat zit erin? We gaan hem even openmaken. Daar zijn wij natuurlijk voor. Eens even kijken. Oké. Okay. Laten we beginnen. Waarom niet al begonnen? Jazeker. Dit is hem dus. De Kaapse Zwijpak 6,5%. Vruchtig, zanft, klassiek. Staat. Zwijpak. Check it out. Ziet er heel goed uit. Uiteraard wordt hij gereviewd. Maar dit is de eerste van de Kaapse.
Kaapse Nelis Kraftpils. Heel vet. Check it out. Ja, en daar ben ik ook altijd wel voor in hoor. Echt gewoon een goede kraftpilsner. Heerlijk. Echt waar. Kaapse Karel, Session IPA. Glutenvrij, 4,5%. Ziet er ook waanzinnig uit. Je zag het net al voorbij komen van het veeltje. Daar stond de Kaapse Karel op. En de Kaapse Harry, een blond saison, 6,1%. Ziet er ook waanzinnig uit. Ja, man. Prachtig mooie biermail. Kaapse Brouwers, hartelijk bedankt voor deze biermail. Wordt uiteraard mede mogelijk gemaakt door de Kaapse Brouwers. Ik ga uiteraard een aantal van deze bieren reviewen. Dus binnenkort op mijn YouTube kaanaal. En ben je nog niet geabonneerd? Druk even op abonneren. En hopelijk zie ik jou de volgende keer gewoon weer terug hier op YouTube. Tot de volgende keer. Cheers.